Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat het noorden van het land nog te maken heeft met een paar wolkenvelden, maar vanuit het westen uit wordt het overal flink zonnig en het blijft vandaag droog. Ook vanavond is het helder. Halverwege de avond is het een graad of 20 en verder staat er niet al te veel wind in het binnenland. Komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 13 of 14 graden en op een enkele plaats kan er nevel ontstaan. Morgen overdag hebben we in eerste instantie opnieuw flinke zonnige periode en de temperatuur stijgt snel. Uiteindelijk wordt het zo'n 25 graden in het noordwesten tot 29 graden in het zuidoosten. In de loop van de dag komt er vanuit het zuiden wat meer bewolking, er ontstaan ook stapelwolken en in de avond is kans op een regen- of onweersbui. In het weekeinde is het wisselvallig, er vallen een aantal buien en tussendoor schijnt van tijd tot tijd de zon. De middagtemperatuur levert behoorlijk in, die daalt naar zo'n 21 graden op de zondag. Ook maandag is het wisselvallig iets minder buien en wat vaker zon, maar het blijft aan de koele kant. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.